Welkom terug op de Westmaat. Ja, dankjewel. Hoe is het voor jou om hier, je bent natuurlijk al vaker geweest na je periode als trainer, maar hoe is het om hier nu als trainer van Sparta terug te zijn? Ja, het is natuurlijk wel een bijzonder wedstrijdje. Ik bedoel, voor de rest zit er bij niemand sentiment, maar ja, ik heb hier natuurlijk 4 jaar gespeeld, dus voor mij is het wel bijzonder om hier weer te staan. Ja, dat deze loting, dat we die zo treffen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, want er zat ook wel wat voorbereidingen vast, begreep ik, van Dennis van der Steen, dat je ook wel wat spelers bij elkaar gehaald hebt van de periode dat je hier hebt gevoetbald. Ja, Sander Duindam, Dennis van der Steen, die hebben het voortouw genomen. Dus volgens mij zijn ze met 20, 25 man een hapje eten. En dan zijn ze bij de wedstrijd straks. Dus dat is superleuk. Even kijken naar de wedstrijd. Hoe heb jij het team voorbereid? Nou, zoals altijd. We kijken wedstrijden. We analyseren de tegenstander. En in dit geval IJsselmeervogels. En aan de hand daarvan bepalen wij de opstelling richting de wedstrijd. En wat wordt het tactische strijdplan? Kan je daar dan wat van prijs geven? Nou, eigenlijk, wij benaderen het gewoon als een eredivisiewedstrijd. Dus je zal straks ook wel zien dat wij met een groot deel van de basis spelen. Met een aantal jongens die niet kunnen spelen vanwege of een schorsing of omdat we er rekening mee houden. Omdat ze de 30 al ruim gepasseerd zijn. Maar voor de rest zullen we in zo goed als de sterkste formatie spelen. Ja, want bekervoetbal is altijd spannend. En ik kan me ook voorstellen dat je de selectie hebt voorbereid van, let op, amateurploegen, die gaan er altijd vol voor. We moeten hier niet tegen een flater oplopen. Ja, dan is het fijn dat je woensdag speelt en kan leren van de dinsdag. Waar inderdaad al een aantal ploegen uitgeschakeld zijn. Hè. NAC gaat onderuit tegen Quick Boys. Koninklijke AFC wint bijna van Go Ahead. Je moet gewaarschuwd zijn en je moet gewoon goed starten. En voor jou persoonlijk, heb je al veel bekende gezichten gezien hier vanavond? Nog niet superveel. Ik ben wel even boven geweest. Lammert uiteraard als teammanager en nog wat andere gezichten. Maar wellicht komt dat nog iets later. Maar ja, ik ben vooral gefocust op de wedstrijd. Dus ik zal niet dat sentiment wat er misschien is voor sommigen, dat zal ik niet tijdens de wedstrijd hebben. Nou, in ieder geval heel veel plezier en fijn om je weer terug te zien hier. Dankjewel. Geert-Jan, wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Dat lijkt me niet een wedstrijd waar je de selectie heel vroeg te motiveren. Nou, heb ik toch geprobeerd. Met een ludieke grap. Maar, wat heb je gedaan? Ja, ze willen hier in de winterstop graag naar Spanje toe en ik niet. Dus ik zei van nou ja, als jullie vanavond winnen dan gaan we misschien naar Spanje. Maar als we verliezen gaan we zeker niet naar Spanje, dan gaan we naar Vierhouten. Wilde zwijnen zoeken. Dus dat was een beetje een ludiek. Nee, maar hier, dit wil iedereen meemaken. Hoe ga je de beste tegemoet zo meteen? Ja, met de beste 11 wat ik op dit moment kan brengen denk ik. En dan kun je in de nuance Morgan opstellen of van de groep. Kun je in de nuance Beekman opstellen of Van Son of Eindhoven. Of ja, weet je, dat is allemaal gelijkwaardig. Maar we gaan niemand sparen. We hebben een plan bedacht en daar denken wij dat deze 11 goed bij passen. Nou ja, vandaar dat gaan we zolang als het kan vol voor de winst. Vanuit een denk ik slim plannetje. Maar ja, of dat dan ook zo slim is na 10 minuten of 20 minuten of een half uur, dat moet je dan zien. Maar als de wedstrijd op een gegeven moment een richting op gaat dat we er niet aankomen, dan heb ik ook wel een plan voor het sparen van. En dan gaan we natuurlijk geen risico's nemen. Dus het is een beetje dubbel, maar ik heb ze wel duidelijk gemaakt. Zolang het niet hoeft, spelen we volle bak voor de winst. Wat is het strijdplan en waar kunnen we Sparta mogelijkerwijs nog pijn doen vanavond? Nou, het strijdplan is dat wij de opbouw op een bepaalde plek willen organiseren van hun. Want hun zullen veel de bal hebben. Dan willen we ze daarin eigenlijk lokken. En vanuit dat plan willen we ze dan in omschakeling natuurlijk proberen te pakken. En met welke 11 ga je dat vanavond vanuit de basis proberen? Ja, opstelling is best aanvallend als ik het zo opdreun. Schapie, Groep, Boertje, links Camara, op de hoek Martens. Middenveldje met Hulleman, met Jesse, met Verson. En dan voorop Eindhoven, Knuiman en Afferker. Nou, klinkt als een mooie strijdwijze aan eigenlijk de namen die iedereen misschien wel verwacht had. In ieder geval heel veel succes en heel veel plezier vanavond. Ja, jullie ook allemaal. In ieder geval een mooie avond voor de club. En dan zien we daarna wel wat het gebracht heeft. Schitterende show bij deze bijzondere ontmoeting tussen IJsselmeervogels en Sparta Rotterdam in de eerste ronde van de KNVB-beker. Maar weer eens met Negli proberen dan Sparta.
En dan geen controle. Toch Bakari. Bakari. Eerste grote kans van de wedstrijd is voor Saïd Bakari. De bal leek verloren te gaan. Maar het werd alsnog een kans hier met Negli. En dan eigenlijk legt hij hem onbedoeld perfect voor zichzelf klaar. Waarschuwing van Sparta. Dit is een goede bal. Wat zijn de opties? Ja, zelf doen is misschien niet heel handig. Drie kansen in één moment. Negli loopt. En die had hij eigenlijk moeten aanspelen. Die krijgt hier niet de bal. Dan is hij behoorlijk hard overgejaagd. Hallo, Tinho, Clement. Bakari. Clement. Twee man in de hoek. Negli dus vrij. Negli. Oeh, zo schaap! Verschrikkelijk voor zo'n doelman. Jamie Schaap. Oi, 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 zo wil je niet op televisie komen. Het is 1-0 voor Sparta. Doelpunt is van Negli. Verschrikkelijk als je dit moet meemaken. Er zat natuurlijk effect in die bal van Negli. En daar verkeek hij zich op. Toen dacht hij, ik stomp hem weg. Maar daarvoor was het te veel effect. Oh, 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 verschrikkelijk. En, oh, wat een kans. En wat een redding van Olai. Het is uiteindelijk Knuiman die kan koppen. Veldhuis, iets wat paniekerig. Inzet van Martiez. Bal niet weg hoor. Oh, dit is de goal. Nee. Afaker tegen zijn oude club. Bal stuitte zomaar voor zijn voet. Nou, niet zomaar. Het was een subtiel balletje van Eindhoven, zeg. Jeetje, het was bedoeld. Kijk dit, hop. En met een hak. Oh, wat een kans voor de Vogels. De grootste van de wedstrijd tot nu toe. Camara. Van Son. Weer mooi kappen. Nog eens. En. Oi, oi, oi. Knuiman in de buurt, zeg. En Beekman ook. Wat een kans weer voor de Vogels. Juksel. Brim. Brim. Oh, schitterende goal. Schitterende goal. En het einde ook van IJsselmeervogels van het bekeravontuur. Dit seizoen. Geweldig gedaan. Mooi geschept. De hoek gezocht. Schaap verslagen. Camara. En. Olij houdt zijn doel schoon op de inzet van Knuiman. Bal nog niet weg. Hulleman. Bal kwijt. Juksel. Met Clement. Zal vastgehouden. De wedstrijd zit erop. Was natuurlijk na die 2-0 voor Sparta al wel gespeeld. Een beauty van Brim. Nadat een keepersfout van Schaap Negli in staat stelde om te scoren. Zo bekert Sparta dus door. Maar heeft IJsselmeervogels twee keer 45 minuten lang reclame voor zichzelf kunnen maken.
Bradley, wedstrijd tegen je oude club, maar ik kan me ook voorstellen dat je hier toch met een ander resultaat had willen staan na deze wedstrijd. Ja, zeker. Misschien juist omdat het tegen mijn oude club is, dat ik extra gemotiveerd was om te winnen, om deze wedstrijd te winnen. Goed, ik denk dat we er heel lang gewoon echt een goede wedstrijd van hebben gemaakt. We hebben wat mogelijkheden, dan wel niet kansen gecreëerd. We hebben echt wel de kans gehad voor die gelijkmaker. Natuurlijk, die 0-1 is ongelukkig. Is heel ongelukkig, valt ook op een verkeerd moment, op een heel vervelend moment. Maar goed, ik denk dat we ons heel goed herpakken. Dat we heel geconcentreerd samen blijven staan als team. Heel compact, bij elkaar, goed georganiseerd. En dat we vanuit daaruit kansjes creëren. En ja, dan hebben we pech dat hij net niet binnenvalt. Met een beetje geluk hadden we hier gewoon die 1-1 gemaakt. En dan weet je nooit hoe het had kunnen lopen. Ja, maar het tactisch plan deugt op zich wel. Wat zei de trainer voor de wedstrijd? Hoe was de strijdwijze? Nou ja, het was sowieso de strijdwijze van de trainer om gewoon de eerste helft door te komen. We stonden gewoon met z'n elfen bij elkaar. Goed georganiseerd, waarbij we ze in de opbouw wilden dwingen via Bart Vriends. Ja. Dat is ook aardig gelukt. Bart Vriends had veel de bal. Op een gegeven moment wist heel Sparta niet waar ze het zoeken moest, voor mijn gevoel, voor ons gevoel. Ze werden wat slordig aan de bal, voelden wat paniek bij ze aankomen. Waardoor we waardoor we wel in de balveroveringen konden komen, konden in duels komen. En vanuit daar hebben we er echt wel een goede pot van gemaakt. Ja, en voor jou persoonlijk kan ik me ook voorstellen dat je ook wel terugkijkt op een fijne wedstrijd. Want je zat er volgens mij lekker in. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zat er lekker in. Ik val dan uit met kramp. Dat hoort er ook bij, kan gebeuren. Ik was wel teleurgesteld met mijn wissel. Maar goed, de trainer ook met oog op zaterdag ook weer een hele belangrijke pot. Neemt hij me gewoon in bescherming hierin. Maar goed, ik ben tevreden over mijn eigen spel. Genoten van de ambiance om deze wedstrijd heen? Ja, zeker, zeker. Dit laat toch weer elke keer zien wat voor mooie club we zijn. En dat ze gewoon met man en macht achter ons staan. En ook al staan we 1-0 achter, 2-0 achter. Ze bleven ons heel de wedstrijd toezingen. En dat gaf ons ook extra kracht, extra motivatie. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, je hebt natuurlijk vorig jaar het zuur meegemaakt. Maar dit is dan wel het zoet waardoor je het fijn vindt om spelen bij IJsselmeervoort te zijn. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, inderdaad, vorig seizoen was het wat minder seizoen. Dit seizoen gaat het een stuk beter. En dan zie je ook dat er veel meer supporters achter ons staan. En zaterdag, Eemdijk. Hoe ga je daarop voorbereiden? Nou ja, hetzelfde als elke pot. Weet je, wij komen ergens om te winnen. Wij willen gewoon winnen en we gaan gewoon winnen. Zo simpel is het. Gert-Jan 0-2 tegen Sparta Rotterdam. Wat is je gevoel nu? Kan ik beter niet zeggen, want... Ja. Wat is jouw gevoel? Jij bent sporter. Ja, klote gevoel. Ik denk dat er meer in zat vandaag. Zag jij dat ook zo? Ik denk dat je het goed ziet. Ik denk dat ons plan heel goed werkte. Ik denk dat ons plan B met de aanpassingen die daarin zaten ook fantastisch werkte. Maar het gaat in voetbal wel om doelpunten maken. En wij krijgen voor de rust 5-6 momentjes. Corners, ballen voorlangs, 1 grote kans. Hun krijgen 1 grote kans en een cadeautje. En na de rust krijgen wij een dikke kans op 1-1. Ja, daarna ga ik steeds meer risico nemen in het wisselen. Gaan die jongens steeds hoger druk zetten. Gaan we nog steeds aanvallender spelen. Op een gegeven moment zelfs back-to-back, 2 spitsen op hun centrum. Ja, en dan moet je onderaan de streep moet je ook een keer geluk hebben. En we hebben de kansen gehad om gelijk te komen. En in de hele eindfase nam ik zoveel risico, kun je hem ook met 5-6-0 verliezen. Maar ja, dat hoort bij het spel. Het is beker, finale. Dus je speelt voor alles of niks. Ja, ik vind eigenlijk dat we wel minimale verlenging verdiend hebben. Heb je nog wat in de rust gezegd tegen Jamie? Nee. Waarom? Nou, je zou kapot gezeten hebben. Ja, dat gebeurt in het leven. Hè? Zaterdag weer een nieuwe dag. Dan pak je misschien een winnende bal. Dat is ook zo. Over het algemeen bekeken, als je morgen er een nachtje over geslapen hebt, hoe kan je dan alleen denken hoe je je dan op terug hebt? Want ik kan me best voorstellen dat we onze huid duur verkocht hebben en dat we voetbal hebben laten zien wat IJsselmeervoort misschien wel wil laten zien de rest van dit seizoen. Nou, ik slaap niet. Dat heb je sinds gisteren weer heel Nederland gehad. Ja. En ik denk dus dat ik die wedstrijd nog maar eens even terugkijk en dan word ik nog chagrijniger, denk ik. Want dan zie je de kansen en de mogelijkheden die er lagen om er meer resultaat uit te halen. En ja, goed, op momenten dat je de kansen krijgt, moet je het pakken. En dat hebben we onvoldoende gedaan. Maar dat neemt niet weg dat dit wel het resultaat is na een periode van 2,5, 3 maanden IJsselmeervogels. En als je ons, en dat heb jij, hebt zien spelen tegen pak en beet Geen Muiden thuis en je ziet dit, dan kan ik toch wel zeggen dat die jongens een geweldige groei laten zien, dat het team steeds beter wordt, dat de fitheid redelijk tot heel goed is, dat het spel steeds aantrekkelijker wordt, steeds dynamischer. Ja,
en dat is waar ik me aan vasthoud. Ik zie gewoon positieve dingen. We staan bovenaan. We spelen zaterdag weer een belangrijke wedstrijd. Een mooie wedstrijd. Weer veel publiek. En ja, weet je, natuurlijk heb ik genoten. Maar je bent ook een winnaar. En dan hebben wij gewoon feitelijk niks. Zaterdag wacht dan natuurlijk die wedstrijd tegen Eemdijk. Ik kan me voorstellen dat je er nog helemaal niet mee bezig bent. Maar hoe gaat de voorbereiding naar die wedstrijd eruit zien de komende dagen? Kippenvleugels. Als dat eronder lag. Morgen kippenvleugels, ja. En verder niet zo heel veel actief meer zijn, denk ik, herstellen van deze wedstrijd. Nou, ik weet dat jij een fanatieke hardloper bent. Maar ik denk niet dat jij dit tempo ooit geraakt hebt. Nee. Ik denk dat jongens als Jim Hulleman morgen lekker rustig aan mogen doen. En dan niet alleen Jim hoor, maar die noem ik er maar even als een van de. Maar ze hebben zoveel meters gemaakt, zoveel energie er gebracht. Dat ik morgenavond gewoon lekker goed behandelen, goed rusten, genieten van het moment. En van daaruit, kijk, het komt niet op een uurtje trainen aan voor zaterdag. En ja, een betere training als dit op woensdagavond. Ik denk niet dat ik dit in een training had kunnen bereiken qua intensiteit. Dus ze hebben er genoeg in gestopt. Nou, alvast heel veel succes voor een zaterdag en bedankt voor vanavond in ieder geval. Nou, ik denk dat de mensen genoten hebben. En die hebben een echte wedstrijd gezien. En we hebben er tot 5 minuten voor tijd, twee minuten voor tijd echt kans op gehad. En dan moet je een beetje geluk hebben. En, helaas mocht het niet zo zijn.